Justin, welkom terug op de club. Goed dat je terug bent. Je tekende eigenlijk een contract en meteen ging het mis. Wat gebeurde er eigenlijk precies? Deden partijen. Volgens mij was het de laatste partij. Ik wil op goal schieten. Iemand maakt sliding. Ik wil eigenlijk een klein hupje over de sliding maken of springen en ineens voel ik mijn knie naar binnen knakken. En ja, op zich, pijn deed niet echt zo heel veel, alleen ik wist wel meteen dat het niet goed was. Ja, je ging daarna naar het ziekenhuis en wat vertelden ze jou daar? Eerst ging ik hier naar de fysio en eigenlijk tijdens de fysio zei meteen al dan waarschijnlijk is het wel kruisband. Het is natuurlijk altijd even afwachten op de MRI, alleen ja, MRI liet hetzelfde zien en op zich was ik eigenlijk ook al op voorbereid dat het kruisband zou zijn. Dus eigenlijk toen echt de MRI bekend werd, ja, het was niet echt een verrassing of zo. Nee, dan uiteindelijk ja, zal er een operatie volgen en kun je beginnen aan het revalideren. Hoe gaat dat in zijn werk? Hoe heeft dat voor jou uitgezien? Het was kruisband en binnenband. Dus toen het gebeurd was, moest ik nog 6 weken met een brace en krukken lopen. Omdat de binnenband eerst moest herstellen voordat ik de operatie in kon gaan. Dus dat waren best wel lange 6 weken. Het liefst had ik gewoon meteen gewild dat ik meteen de operatie in kon gaan en eigenlijk er vanaf was. Alleen ja, 6 weken wachten op de operatie en op zich is het allemaal gewoon prima gegaan. Ik was er wel klaar voor toen ik de operatie inging. Op zich alles wel goed gegaan. Ja, je bent nu terug op de club. Hoe heeft het voor jou de afgelopen periode eruit gezien en wat houdt jou momenteel bezig? Wat kun je nou doen aan je revalideren? Ik revalideer in Amsterdam, dus eigenlijk veel op en neer rijden. Nu ben ik nog 3 keer in de week in Amsterdam om te revalideren, maar vanaf volgende week wordt dat 4 keer in de week. Dus daar gewoon veel met die knie bezig, veel rijden, veel op en neer, dat eigenlijk. Wat is eigenlijk het zwaarste? Is het dan het fysieke, dat je niet meer kan doen wat je het liefst doet? Of het mentale aspect van dat je terug moet keren van zo'n blessure? Wat is het zwaarste? Ik denk wel mentaal inderdaad. Want ja, ik wil gewoon alles kunnen doen. Ik wil gewoon weer kunnen voetballen. Ja, en mijn lichaam houdt me een beetje tegen. Je wil alles, maar het kan gewoon niet. Wat houdt jou op de been? Wat geeft jou steun in zo'n periode? Ja, ik probeer gewoon positief te denken dat ik er gewoon sterker uit ga komen. Dus ik probeer gewoon mijn lichaam zo goed mogelijk voor te bereiden als ik weer alles kan gaan doen. Dus ja, op zich de krachttraining met de fysio, het is allemaal gewoon wel een bezigheid. Wat ik wel op zich, het is wel leuk of zo. Maar ja, het is toch anders. Ja, aan de ene kant denk ik wel van iedereen om me heen zit eigenlijk thuis. Dus ik mis niet echt iets. En aan de andere kant, ja tuurlijk, je wil gewoon dingen gaan doen. Je wil gewoon een beetje afleiding hebben. Alleen, het is wel, ik vind het wel chiller dat de rest ook niet echt iets kan doen. Dat ik niet echt in die verleiding kom van, oh, ik wil dat ook gaan doen of ik mis iets. Dat is het niet echt. Ik kan wel gewoon goed focussen op die knie en dat is op dit moment wel het belangrijkste. Is het ook een soort eenzame periode? Ik bedoel, op de achtergrond zijn je teamgenoten ook aan het trainen op het veld. Is het dan eenzaam of confronterend als je dat dan zo meekrijgt? Ik moet zeggen, net na de operatie was ik een wedstrijd komen kijken. Toen had ik wel echt het gevoel van, dit vind ik niet zo chill. En toen ben ik ook een tijdje gewoon thuis gebleven, ben ik niet echt naar wedstrijden komen kijken. Omdat ik zat nog niet echt goed in mijn vel. Ik had meer het gevoel van, ik had gewoon echt het gevoel dat ik wil voetballen. En dat was op dat moment gewoon iets te vroeg. Ik wilde dat gevoel nog niet hebben. Want het is gewoon veel te vroeg om daarover te denken van weer te voetballen. Maar op zich nu... sta ik wel wat positiever in en ik vind het ook helemaal niet erg. Ja, nou, je zei het over de komende periode veel revalideren, veel in Amsterdam, veel op en neer. Mm. Hoe lang zie jij het voor je dat je op en neer blijft gaan of dat je weer met een bal mag gaan spelen? Ik zit nu op 2,5 maand na de operatie. Meestal zeggen ze na 3 maanden mag je weer hardlopen. Ik denk als ik weer over een paar maanden richting het veld mag, dat ik dan meer hier in Eindhoven gewoon weer op de club zal zijn. En ja, gewoon een beetje afwissel eigenlijk. Maar nu is het eigenlijk fulltime gewoon in Amsterdam werken tot ik weer kan hardlopen, tot ik weer op het veld kan. Gewoon de eerste stappen zeg maar daar maken. Ja, eigenlijk stap voor stap nu ben ik echt aan het werken om weer hard te lopen. Die strekking in mijn been te krijgen, dat is eigenlijk het belangrijkste nu.
En als dat weer gebeurt, als ik weer kan hardlopen, dan is er vast weer een nieuw doel, zeg maar. Dat ik weer waar ik weer naartoe kan werken, bijvoorbeeld rennen of zo, of ja, richting met de bal iets of zo. Dat eigenlijk gewoon kleine doelen stellen voor mezelf, waar ik naartoe kan werken.